Eindhoven is een hele goede ploeg eigenlijk de laatste jaren in de Jupiler League. Wat verwacht jij van het team? Nou ja, in ieder geval dat ze voetballen. En we hebben hier natuurlijk de eerste wedstrijd gehad. We hebben wat geflatteerd gewonnen met 3-1. Maar oké, dan zag ik ook wel dat ze mee gingen doen bovenin. En dat blijkt ook wel. Hè. Ze staan derde of vierde. Dus het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar oké, ik vind dat wij ook aardig in vorm zijn. Zeker na de winterstop hebben we tegen Nieuwhoorn prima gespeeld. Zeker de eerste helft. En we hebben een goed trainingskamp achter de rug. En de trainingen zijn van een goed niveau. Dus we gaan kijken of we 3 punten kunnen weghalen. Hoe stel je dat eigenlijk vast, een goed trainingskamp? Waar leid je dat dan af? Ja, dat is altijd moeilijk. Maar dat zie je wel aan spelers hoe zij zich gedragen, hoe de sfeer is, zeker onderling. Maar ook als team zijnde. We hebben duidelijke afspraken gemaakt richting deze eindfase in de competitie. En voor de rest merk je ook wel aan de training zelf. Als je zegt duidelijke afspraken, bedoel je dat dan tactisch-technisch of bedoel je dat juist ook... Gewoon alle afspraken die nodig zijn om goed te kunnen presteren richting de tweede helft van het seizoen. Iedereen zegt, FC Dordrecht heeft meer kwaliteiten dan ze hebben laten zien in de eerste seizoenshelft. Ja. Te wisselvallig. Als jij zegt duidelijke afspraken, denk ik ook, er moet dus kennelijk toch iets veranderen. Wat dan precies? Nou ja, je zegt het net zelf, hè? Dat de wisselvalligheid eruit moet. Nou ja, en daar zijn we hard mee bezig. Dus gewoon duidelijke afspraken, maar hoe voetballen we, wat doen we in balbezit, wat doen we in balverlies. Dat is nog steeds nog niet goed, zeker voor de winterstop nu. Dus we hopen na de winterstop dat wel goed te kunnen brengen in het veld. Heel duidelijk. Heb je het dan ook over dat spelers bijvoorbeeld uit positie gaan lopen als het bijvoorbeeld wat minder gaat of er iets paniekerig worden, zoiets? Natuurlijk, ja, maar alle facetten wat erbij komt kijken, ook in de omschakeling. Kijk, we kunnen heel dodelijk zijn als we heel snel omschakelen richting de aanval. En ja, dat moet gewoon verbeterd worden. En daar hebben we heel veel op getraind, dus we hopen dat we daar toe kunnen slaan, zeker morgen beginnend. Nou, als voetballende ploeg is het toch niet al te vaak dat jullie in principe in de omschakeling kunnen toeslaan. Want meestal zijn jullie zelf natuurlijk aan de bal. Dat is ja, vaak... Ja, maar nee, dat is niet helemaal zo. Hè? Want je hebt niet altijd balbezit op de helft van de tegenstander. Hè? Dus je hebt hem natuurlijk ook wel eens op je eigen helft. En daar moet veel meer... En dat bedoelen wij met de omschakeling. Dan moet de snelheid van de spitsen, die moeten gewoon vooruit. En nu is nog steeds te veel in de voeten. Nu nieuw jaar, nieuwe kansen. Het kan beter, het moet beter. Ja. Tegelijkertijd, Everon Pisas, Sheron Curiel zijn uit de selectie gezet, disciplinair geschorst. Harry van der Ham wilde niet te veel over kwijt. Kan je er iets meer over zeggen? Nee, want als hij er niks over kwijt wil, dan ga ik het ook niet zeggen. Nee. Het zijn wel twee spelers die op de flanken uit de voeten kunnen. Ja. Het is nou dun bezet daar. Ja, tuurlijk. Oké. Maar dat is een keuze die gemaakt is. En het is niet anders. Maar betekent dat ook dat je iets zal moeten veranderen misschien wel in je opstelling? Dat je anders gaat voetballen? Nee, want wij hebben natuurlijk gewoon een eigen speelwijze. Dus er gaat niet zoveel veranderen. Alleen net wat je zegt is dun bezaaid. Dan moeten de andere jongens maar goed invullen. Ik denk Daniels is nog een echte buitenspeler. Ja. Verder nog? Ja, we hebben natuurlijk Jeroen Loemen, toch? Dat is een goede voetballer trouwens. Dus we hebben er twee. Ja. Dus ja. Ja, dat is niet veel. Ik had er maar twee opstellen, hè. En links en rechts buiten kan je hem opstellen. Dat is helemaal zo. En daar moeten we het even mee doen. Nu is jullie keeper Leeuwenburg natuurlijk vertrokken weer. Ik zie een jongen, Jamie Schaap. Die zit volgens mij bij jullie in de belofte. Die traint nou mee? Die traint mee. En Björn heeft ook meegetraind. Een jongen van de A1. Jamie gaat sowieso morgen mee. En wat er voor de rest met de keepers gebeurt, er is nog geen antwoord op. Het zou kunnen dat Jamie misschien wel een contractje krijgt en ook vast de tweede doelman wordt. Dat weet ik niet. Nee. Maar hij zit waarschijnlijk wel op de bank morgen. Ja, maar daar hoef je geen contract voor te hebben. Nee. Apart waarom? Marco zegt nog, ja, van de Visboer. Maar die komt uit Spakenburg. Die zat 6 uur vanochtend haringen te fileren. Ja. En die staat hier nu op het veld. Dus zo werkt dat af en toe in betaald voetbal. Ja, maar dat zegt mij wel dat die jongen enorme motivatie heeft. Hij heeft een hele goede motivatie. Zijn vader heeft een viszaak. Daar is hij ook druk mee bezig. Maar oké, als je natuurlijk een keuze kan maken om betaald voetbal in te gaan of in die viszaak, ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. Alleen op dit moment is het nog niet zover. Dus dat is de zaak tussen hem en de club. Is het lastig voor jou dat je toch weet dat er wel wat schommelingen in de selectie nog zullen zijn? Wat wisselingen waarschijnlijk. Marco is altijd druk bezig. Ja. Je hebt een groep, maar je weet nog niet helemaal waar je toe bent. Nee, maar dat is denk ik bij elke club. Hè? En voor mij is dat niet zo lastig. Ik bedoel, de vaste kern is het toch? En zoveel veranderingen zijn er niet. Hè? Natuurlijk zijn er nu 2 teruggezet. Maar dat is het enige. En Matthews is geblesseerd. Dus op zich valt het wel mee. We gaan gewoon met 17, 18 jongens daar naartoe. En dan gaan we gewoon kijken of we daar 3 punten kunnen halen. Mocht het voor jou ook wel weer beginnen? Ja, maar het is al begonnen. Ja, het ging eigenlijk gewoon door.
Nou ja, we hebben maar 2 weken vakantie gehad en we zijn 5 januari begonnen en vorige week de eerste wedstrijd gespeeld. En kijk, en jij bedoelt natuurlijk op de competitie en ja, we hebben slecht afgesloten. En als voetballer, als trainer zijnde, ja, dan hoop je zo snel mogelijk weer een vijfde te kunnen nemen. En dat is op het slechte spel wat we gespeeld hebben afgelopen wedstrijd. Oké, tot slot anders even voor mezelf, omdat ik het ook niet dagelijks volg. Maar heb je nou nog meer jongens op proef op dit moment? Nee, vandaag niet. Kan morgen wel anders zijn. Ja, nee, morgen kan niet, want morgen spelen we. Nee, dat is waar, ja. Ja, dat kan per week verschillen. En tot 31 januari heeft de club de tijd om nog spelers aan te trekken. Okay, maar dat is aan de club zelf en daar bemoei ik mezelf niet mee.